Welkom allemaal bij weer een nieuwe kennissessie vanuit comebackmarketing.nl. Wachten nog heel even tot er wat meer mensen binnengedruppeld zijn. En dan gaan we zo meteen beginnen. Tot zo. Welkom allemaal, het geluid is gestart, dus als het goed is horen jullie mij allemaal. We gaan beginnen met een nieuwe kennissessie vanuit Comeback Marketing en vandaar het ook vanuit Red Online Marketing. Leuk dat jullie met best wel veel mensen gekomen zijn vandaag. Ik heb zin om jullie een interessant verhaal te vertellen, dus nou ja, laten we gaan starten. Mijn naam is Tijmen, een aantal van jullie zullen mij ongetwijfeld kennen. Ik heb zelf al meerdere kennissessies ook mogen hosten en mogen geven. Vandaag heb ik een dubbelrol. Dat betekent dat ik zowel de host ben als degene die ook de informatie zal verspreiden. Nou, binnen Red Online Marketing ben ik teamlead van het campagneteam. En daarnaast ben ik ook online marketeer. Ik zal een kleine introductie geven. Een aantal van jullie zullen ons al kennen. We hebben 3 bureaus. Eentje in Utrecht, daar ben ik toevallig vandaag ook aanwezig. We hebben er ook één in Frankrijk, van waaruit we de Franse marketing kunnen bedrijven. En onze klanten op die markt kunnen helpen. En ook vanuit Duitsland, vanuit Frankfurt. Dit is ons team. Verschillende specialisaties en richting verschillende landen. We doen daarnaast ook een stukje strategie, CRO, maar je ziet ook CO en CA terugkomen. Nou, Red Online Marketing, wij doen de online marketing sinds 2006. En dat doen we echt alleen maar in de reisbranche en leisure. Vandaar dat al onze kennissessies ook echt daarop toegespitst zijn. We werken natuurlijk met Google, Facebook en Microsoft. En daarnaast zijn we AVR en Hiswa Rekron branche partner. We hebben 2 noteringen in de e-commerce top 100, waar we heel trots op zijn. 1 in 2019 en 1 in 2020.
En we hebben ondertussen 14 marketing specialisten in dienst. Nou, we doen een aantal zaken. We adviseren in online doelen en strategie. Daarnaast maken we advertenties in programma's als Google, Bing, YouTube, maar ook bijvoorbeeld Facebook. Maar we doen ook nog het coördineren en creëren van website content, van vertalingen en het stukje SEO. Nou, Facebook spreekt natuurlijk ook voor zich. Maar daarnaast houden we ons ook druk bezig met e-mail marketing, affiliates, Google Analytics en een stukje CRO. Dat doen we eigenlijk in 5 talen. Nederlands en Vlaams en daarnaast Duits, Frans en Engels, waar we dus allemaal verschillende specialisten voor in dienst hebben. Nou, hier een greep uit een aantal van onze klanten en wellicht dat er een aantal van jullie zelfs wel aanwezig zijn. Hartstikke leuk in ieder geval. En hier een foto van een eerder uitje van ons naar Dublin. We weten allemaal in wat voor een jaar we zitten. Helaas hebben we dit jaar niet iets dergelijks kunnen organiseren. Maar nou ja, of in ieder geval afgelopen jaar niet. Misschien dat 2021 aan het eind nog wat kansen biedt en anders 2022. Laten we er allemaal op hopen. Nou, voor vandaag, we gaan beginnen met de kennissessie. Een aantal regeltjes die ik in ieder geval vast met jullie wil doornemen. Vragen stellen wordt echt gewaardeerd. Geef vandaag wel echt goed aan in welke branche je werkzaam bent. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen travel en vakantieparken in Nederland. Of eventueel bestemmingen en zelfs attractieparken. Dat maakt het voor mij wat makkelijker om een specifiek antwoord te kunnen geven. Die vragen kun je stellen via de Q&A. Nou, meedoen aan de polls wordt gewaardeerd. Er zal een tweetal... polls in ieder geval vandaag naar voren komen. Ik krijg een meldingje dat ik geunmute ben. Maar als het goed is, kunnen jullie me verstaan. Geef het anders echt even aan binnen de Q&A. Nou ja, laat je hand zien als je een vraag hebt. En de kennissessie is later altijd nog terug te kijken op YouTube. Die link wordt ook nog even via de e-mail doorgestuurd. Kijk heel even naar de vraag die gesteld is. Voor vandaag een aantal uitdagingen. Allereerst hebben we natuurlijk te maken met de travel, ja, die stilstaat. En een aantal van jullie die zullen daar ook mee te maken hebben. Een grote uitdaging en de webinar van vandaag, de kennissessie, zal antwoord geven op een aantal van de vragen voor ondernemers die in die branche werkzaam zijn. Ten tweede natuurlijk ook de attractieparken. Een aantal attractieparken die de meeste eigenlijk die natuurlijk dicht zijn. Ook een vervelende situatie. En hotels die het ook wat lastiger hebben. Maar daarnaast ook een hoop partijen die natuurlijk wel een hoop boekingen binnenhalen en gasten naar zich toe kunnen trekken. Voor die partijen probeer ik vandaag juist vooral in te gaan op de vragen die gesteld worden. Mensen vragen tegenwoordig veel meer dan in een normale periode. En daar kan je het Facebook-netwerk en dus ook Instagram heel goed voor gebruiken. Daarnaast zullen er best nog wel wat vakanties, et cetera, worden gecanceld. Zowel naar het buitenland, maar ook in het binnenland. Nou, ook dat roept een hoop vragen op. En ook daarom wil je in ieder geval goed bereikbaar zijn voor jouw doelgroep. En als laatste natuurlijk ook de vouchers. Een aantal van jullie die ook last zullen hebben van vouchers die een einddatum bereiken. Ook dat zal ik vandaag meenemen in het verhaal. Nou, voor vandaag even in de hoofdlijnen. Hoe verbind je je met jouw doelgroep? En hoe houd je deze doelgroep dan ook daadwerkelijk verbonden? Het is heel leuk om je doelgroep bij je te binden. Als je er niks mee doet, heb je er uiteindelijk ook niet zoveel aan. En een tweede, hoe verlaag je de drempel voor vragen en onzekerheden? En dat geldt eigenlijk voor alle branches en alle niches. Nou, belangrijk, zo bouw je een band op met je doelgroep. Zorg je voor tevredenheid door snel in te haken op vragen. En bied je constant inspiratie. Of je branche nu stil ligt, of juist floreert. De antwoorden van vandaag zullen zich dus grotendeels plaatsvinden in het Facebook-netwerk. Dus via Facebook en Instagram. Daarnaast zullen er ook echt nog wel wat kleine andere dingen aan de orde komen. Maar weet dus wel dat dat hetgeen is wat vandaag als filter over het geheel heen ligt. Allereerst zou ik graag willen beginnen met een poll. Gebruik jij Facebook of Instagram om in contact met jouw doelgroep te komen?
Nou, dat gaat lekker. De meeste antwoorden zijn al binnen. Nog even een paar seconden tot iedereen geantwoord heeft. Voordat ik de resultaten zal delen, doe ik op mijn andere scherm. Ja, de meeste van jullie geven toch wel aan wel gebruik te maken van Facebook of Instagram. Om in contact met de doelgroep te komen of te blijven. Maar hebben niet echt een idee of dat nou goed gaat of niet. Een enkeling doet het niet. En een aantal doen het ook doen het wel, maar te weinig. Nou, er zijn er ook een aantal bij die het helemaal op orde hebben. Weet ik in ieder geval even het niveau. Dus, dank jullie wel daarvoor. Als het goed is, zien jullie het nu ook op jullie scherm voorbij komen. Nou, laten we dat als startpunt nemen. En dan gaan we van daaruit verder. Oké, nou, het eerste hoofdstuk eigenlijk. Verbind jouw doelgroep aan je. Nou, dan zou je in eerste instantie al vragen, ja, waarom eigenlijk? Hè? Je zult er zelf ongetwijfeld ook wel een idee bij hebben. Zijn er ook een aantal die het zomaar doen, van horen zeggen. Hè? Je moet echt wat aan je social media gaan doen. Nou, zeker in deze tijd is het heel erg belangrijk om echt in die dreamfase te blijven. Ik zal er straks ook nog wat meer over vertellen, want die dreamfase die verandert ook constant, zeker in deze periode. Maar door constant in die dreamfase te blijven, zorg je ervoor dat jij later die vruchten plukt. Dus je houdt iemand geïnspireerd. Diegene doet nog geen boeking of komt niet naar jouw pretpark toe, naar jouw bestemming of wat dan ook. Maar misschien wel op een later moment. En zo blijf je wel altijd in dat hoofd rondgaan. En heb je kans dat jij uiteindelijk daar dus later de vruchten van plukt. Daarnaast een hele belangrijke is de veranderende wereld. We gaan steeds meer naar een cookieless world toe. Je ziet al steeds meer berichten voorbij komen. Facebook die ook weer met hun iOS 14... of Apple met iOS 14, die best wel wat mensen ook weer blokkeert op Facebook, waardoor je weer moeilijke conversie kan meten en mensen aan je kan binden. Nou, zorg er dus voor dat je echt aan de slag gaat met het vergroten van je eigen database. E-mail kan daar een hele mooie voor zijn, door e-mailadressen te verzamelen en die goede e-mails te sturen. Maar daarnaast ook je social media. Hoe meer, hoe beter wat dat betreft, mits je er ook daadwerkelijk wat mee doet. Daarnaast win je ook echt aan bereik in de digitale wereld. Als je een hoop mensen aan je verbonden hebt, heb je kans dat jij leuke content deelt, dat er wordt getagd en dat er wordt gedeeld. En op die manier win je eigenlijk gewoon aan gratis bereik. Nou, en daarnaast de drempel verlagen tot contact. Zorg ervoor dat je snel reageert, dat je een mogelijkheid hebt om in ieder geval zo'n conversatie te starten, waar we zo meteen ook nog even wat dieper op ingaan. En op die manier win jij vertrouwen. Als jij op een juiste manier en snel genoeg reageert, dan win je in vertrouwen. En nou ja, werk je uiteindelijk misschien wel toe naar nieuwe gasten, mits ze jouw product of dienst nog niet hebben afgenomen. En uiteindelijk ook terugkerende gasten. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil. Nou, hoe doe je dat dan? En dat staat eigenlijk centraal in deze kennissessie van vandaag. Zorg er nou voor dat de mensen die op jouw website komen, dat je die ook richting je social media brengt. Het kan zomaar zijn dat je al best wel wat advertentiegelden ook tegenaan hebt gegooid om mensen naar je website te krijgen met welk doel dan ook daarachter. Het zou toch zonde zijn als die mensen zomaar weg zijn en als je die hele binding met die persoon dan niet hebt. Nou, hoe doen we dat? Allereerst door middel van page likes en followers. En waarom die twee? Page likes gaat natuurlijk over Facebook. En de followers, ja, dat is het Instagram gedeelte. Ook onderdeel van het Facebook netwerk. En dan zou je zeggen, nou ja, dat is wel een beetje ouderwets. Hè? Vroeger lag de focus echt op hoe meer likes, hoe beter. Tegenwoordig nou ja, is dat misschien wat minder. Maar het is wel belangrijk om die persoon dus aan je te gaan binden. En dus wel weer iets meer de focus erop te gaan leggen. Dat kan je op een aantal manieren doen. Ik heb hier een aantal voorbeelden. Dit is bijvoorbeeld vanuit een partij die reizen aanbiedt richting Afrika. En nou ja, die vluchten, ja, die kunnen momenteel dus niet doorgaan. Dan kan je zeggen, ik doe daar helemaal niks mee. Maar zij hebben er juist voor gekozen om toch wat budget opzij te zetten en een juiste doelgroep te gaan targeten om die richting de social media te krijgen. Nou, wat zij heel goed doen is dat ze zeggen, volg onze pagina voor inspiratie en maak ooit je dromen waar. Want dat kan natuurlijk niet nu.
wel van belang om daar een strategie achter te zetten. Daar komen we later nog even op terug. Een andere partij waarvan we vinden dat die het goed doet is vakantiepark Molenwaard. Die zijn nog niet open, zo'n vakantiepark in Nederland. Zij proberen juist heel veel mensen aan hun social media te binden, om ze vervolgens op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. En of er dan wel geboekt wordt, of misschien later, je werkt in ieder geval je database en dan ga je dus later de vruchten van plukken. Een derde voorbeeld, dit is een bestemming. 9 steden net buiten de Nederlandse grens, dus net in Duitsland. En zij geven ook heel duidelijk aan, hè, op Instagram in dit geval, volg ons voor stedentrip inspiratie, lekker dicht over de grens. Ja, je gaat nu echt je vakantie naar Duitsland niet boeken, in ieder geval niet voor op korte termijn, maar misschien vind je inspiratie wel interessant. En op het moment dat het weer kan, ja, dan ga je de grens over. En als je dus niet in die dreamfase zit waar ik het net over had, ja, dan kom je er helemaal niet in voor en dan is het sowieso een nee. En als laatste hier een voorbeeld ook van een attractiepark, in dit geval Dolfinarium. Zij geven ook aan, volg ons, en daarbij dus ook een reden, om op de hoogte te blijven van de laatste acties en dolfijnen nieuwtjes. Nou, ga je nou aan de slag met zo'n page-like campagne of wil je meer followers richting je Instagram-pagina hebben? Ga dan in ieder geval aan de slag met het retargeten van de websitebezoeker. Als mensen zijn op je website geweest en vervolgens wil je ze gaan binden aan je social media. Dat kan je op een hele mooie manier insteken. Jij kan zelf bepalen welke websitebezoeker jij richting je social media wil krijgen en dus gaat targeten. Dat kan zijn iedereen die de website heeft bezocht. Kan ook zijn iedereen die bijvoorbeeld een specifieke pagina heeft bezocht. Of iedereen die minimaal 3 of 4 pagina's heeft bezocht of 2 minuten op de website is geweest. Ik kan dat zo gek niet bedenken qua strategie. Zorg er in ieder geval wel voor dat je doelgroep groot genoeg is. En dan moet je denken aan in ieder geval minimaal 1000 personen, om daar een kleine campagne op te laten draaien. Strategieën die we ook toepassen is het targeten van een e-mailbestand. En Facebook geeft je daarin ook de mogelijkheid om iedereen die al gekoppeld is aan jouw pagina, in ieder geval uit te sluiten. Dus dat betekent dat jij iedereen die jouw pagina al leuk vindt, erbuiten laat. En iedereen die je in je e-mailbestand heeft, maar jouw pagina nog niet leuk vindt, een berichtje laat zien met een goede reden om jou te volgen, wat je vervolgens natuurlijk wel nadient te komen. En daarnaast kan je ook denken aan nieuwe doelgroepen. Als je een heel klein budget hebt, is dat ook geen probleem. Ga dan zitten op mensen die heel erg lijken op de doelgroep die jij wilt targeten. Dus denk bijvoorbeeld aan een lookalike doelgroep van het e-mailbestand of een lookalike doelgroep van de mensen die jouw pagina al leuk vinden. Nou, een tweede mogelijkheid is de buttons. Allereerst hier een voorbeeld van ook het Dolfinarium. Zij maken daar redelijk simpel van gebruik. Rechts onderin de footer zetten zij een aantal buttons die opgaat in het thema van de website, zodat je van daaruit in ieder geval door kan klikken richting de social media. Vakantiediscounter doet dat wat mij betreft net iets beter. Die doen dat met gekleurde buttons. Buttons die natuurlijk aansluiten op ook daadwerkelijk de social media die hier genoemd zijn. Dus bijvoorbeeld Instagram in het paars en Facebook in het blauw. En een ander voorbeeld in dit geval van een bestemming. Dit is Visit Utrecht. Die laat het ook opgaan in het geheel, in het design van de website. Nou, heb je dat nog niet? Eigenlijk in de meeste templates van websites zit het al wel, hoor. Maar ga er in ieder geval eens goed over nadenken wat je wil. Zet het minimaal in de voeten. Maar misschien is het dit juist wel een periode waarin je meer mensen er naartoe wil krijgen. Zorg er dan voor dat je het wat prominenter op de website terug laat komen. Dat kan in ieder geval heel goed werken. Daarnaast, kleuren werken wel echt beter. Ik gaf net al 2 voorbeelden. De een zonder kleuren, de een met kleuren. Kleuren werkt echt beter. Dus kan je dat opnemen in het design van je website, doe dat dan zeker. Ik had al een paar keer gehad ook over de reden. Verwijs echt naar die social media buttons en geef ook een reden. Dus zet er gerust bij, volg ons voor inspiratie of voor dagelijks een aantal weetjes, et cetera, et cetera. Ik zag een vraag binnenkomen. Die ga ik ondertussen heel even beantwoorden. Even kijken. Nou, ik pak me toch even mee in de Q&A zometeen.
Wat kleine technische probleempjes wat dat betreft. Dus ik maak mijn verhaal heel even af. Een ander voorbeeld is crossmediaal denken. Net al heel even ook over e-mail gehad. En de combinatie met Facebook. Als jij dagelijks of wekelijks, of maakt niet uit, periodiek in ieder geval gebruik maakt van een nieuwsbrief, koppel daar dan ook je social media aan. Dus geef gerust aan van, hè, je ontvangt nu deze nieuwsbrief, maar volg ons ook op Facebook of op Instagram. Geef daarin wel heel duidelijk aan waarom men jou ook moet volgen op Facebook. Dus hang daar een net iets andere strategie aan dan je met je e-mail meepakt. Zo kan je denken aan dat je acties via de mail doet, maar dat je inspiratie weer veel meer via Facebook doet. En dat de leukste kiekjes en ook misschien wel wat user-generated content juist weer op Instagram voorbij komt. Nou, op Facebook kan je hetzelfde doen. Link via Facebook weer door naar je Instagram. En via je Instagram weer door naar Facebook. En zo maak je dat eigenlijk rond en ben je heel erg crossmediaal aan het denken. Nou, hier een aantal voorbeelden. Grandeur Travel doet dat hartstikke leuk. Die gebruikt eigenlijk Instagram om mensen van daaruit weer richting de e-mail te verwijzen. Nou, werkt heel goed. Goede resultaten ook mee behaald. Ander voorbeeld is aan de rechterzijde een partij die met nieuwe content aan de slag gaat. In de mail geven ze dan gelijk aan, volg ons op Facebook, Instagram. Goede reden erbij, omdat in ieder geval iedere dag een voorproefje gegeven wordt. En je zult zien dat je database op die manier in ieder geval wat gaat groeien. Nou, zorg bij je strategie in ieder geval voor dat je web richting social krijgt, onder andere je remarketing, maar ook cross-social. Dus werk vanuit Instagram naar Facebook toe en ook andersom. Zeker als je je doelgroep alvast wat wil opbouwen, denk eerst gewoon aan je bestaande doelgroep. Nou, hetzelfde geldt van e-mail naar social toe en ook andersom. Conversatie is daarin ook een belangrijke. Hier hebben we een voorbeeld vanuit Duinrel. Die hebben gewoon gezegd, weet je, voor ons, wij willen heel graag chatten met onze doelgroep. We willen connected blijven. En dat doen we op Facebook. Maar daarnaast hebben we ook een chatfunctie op de website. Waarom brengen we dat niet samen? En dat is mogelijk. Je kan dus werken met een Facebook Messenger implementatie op de website. Zodat je al je vragen uiteindelijk op één plek krijgt. Je kan dat ook nog agressiever doen, om het zo te zeggen. Hier een voorbeeld van recreatiecentrum De Vogel. Wat zij doen is, zij zorgen voor een klein pop-upje. Als je ingelogd bent op Facebook, dan krijg je die voor je neus. In dit geval kan ik dus doorgaan als Tijmen. En kan ik van daaruit gelijk een vraag stellen. Nou, wat doen ze? Op die manier verlagen ze de drempel enorm. En als ik zeker in deze tijd misschien ook wat meer vragen heb, dan kunnen zij mij in ieder geval op die manier gelijk van dienst zijn. Wat je ook zou kunnen doen, en dat is net even een stapje verder wel dan dat conversational waar ik het net over had, is een Facebook Messenger campagne. Niet heel veel partijen die dit doen. Hier en daar doen wij wat kleine testjes. Wat we dan bijvoorbeeld doen is dat we een doelgroep pakken op basis van websiteverkeer ook weer. En dat we zeggen, oké, iedereen die op een contactpagina is geweest, die is daar niet voor niets geweest, die targeten nog eens en vragen we van, hey, wilde jij met ons in contact komen? Dus dat is natuurlijk even hè, de boodschap per type klant, per type partij. En van daaruit gaan we dat gesprek gewoon weer aan. Zo blijf je in contact met je doelgroep en mogelijk pluk je daar direct de vruchten van. Daarnaast verlaag je de drempel tot contact enorm en kom je ook weer in contact met eerdere afhakers. Nou, zorg er wat betreft conversatie voor dat je Facebook Messenger in ieder geval op je social hebt ingebouwd. Belangrijk om daar in ieder geval de mensen ja, toch antwoord te kunnen geven op hun vragen. En als je het makkelijk vindt, bouw het ook in je site in. Heb je zelf een andere chatfunctie en werkt dat hartstikke goed voor jou, dan moet je dat misschien niet doen. Maar denk wel even aan de mogelijkheid om alle vragen op één plek tegelijk te kunnen verzamelen. Wil je dat verder doortrekken? Retarget dan middels Messenger ads. En zorg er wel voor dat je altijd snel reageert. Het liefst binnen een uur, kan ook binnen 4 uur, maar zorg er in ieder geval voor dat je dezelfde dag reageert. Anders kan het zomaar zijn dat die doelgroep bij een andere partij terechtkomt dan bij jou. Nou, ik heb net even een probleempje met de vragen. Even kijken of ik dat hier op orde krijg, want anders kan ik geen vragen beantwoorden. Dat zou ik toch wel heel jammer vinden. Even kijken.
Jullie kunnen eventueel een vraag stellen als jullie dat willen. Dan krijg ik die binnen. Ik heb helaas de vorige vraag, die zie ik nu. Kun je een voorbeeld geven van hoe je in Facebook de retargeting kan instellen? Een vraag van Judith. Wat belangrijk is dat je in ieder geval werkt met doelgroepen. En die doelgroepen die heb je pas op het moment dat je een Facebook pixel implementeert. Dus dat is een eerste wat belangrijk is. Maar dat je die Facebook pixel hebt geïmplementeerd, dan kan je werken met doelgroepen. En die zijn vaak op het gebied van URL. Dus als je bijvoorbeeld aangeeft iedereen die op een specifieke pagina geweest is, die wil ik gaan retargeten. Dan maak je die doelgroep aan en vervolgens bouw je daar advertenties omheen. In dit geval als strategie kan je dus zeggen, ik wil iedereen die minimaal één stap dieper in mijn website is geweest, dus niet de homepage, maar één stap dieper, wil ik in een doelgroep zetten. En deze personen die ga ik retargeten middels een page-like campagne, om zo richting mijn social media te krijgen. Judith, ik hoop dat dat antwoord is op jouw vraag. Mocht je daar nog een andere vraag over hebben, laat hem gerust weten. Ik zie op dit moment geen andere vragen binnenkomen. Laat het weten als die er wel is, dan beantwoord ik die zo meteen nog even. Nou, wil ik graag de volgende poll starten. Ik had het al heel even tussen de slides door over een social media strategie. Ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf een social media strategie hebben. Ik ga hem zo instarten. Eén vraag binnen. Wat werkt voor vakantiewoningen het beste? Instagram of Facebook? Nou, hele goeie. Over het algemeen, als je denkt aan remarketing en aan echt richting het kunnen koppelen van de doelgroep aan jouw social media, dan zou ik in eerste instantie altijd gaan voor Facebook. En dat is gewoonweg omdat je met een page-like campagne kan werken. Instagram doet dat niet. Vandaaruit kan je wel weer mensen targeten en richting je Facebook naar je Instagram krijgen. Maar hebben we het echt over het laten groeien van je database, ga dan echt voor Facebook in eerste instantie. Een andere vraag die ik binnenkrijg. Dat is eigenlijk hetzelfde. Het gaat om het verhuren van huizen in de Belgische Ardennen en in de Eifel. Ja, focus je daar in eerste instantie echt voor Facebook. En gooi er een andere strategie achter voor Instagram. Zodat duidelijk is voor die doelgroep wat ze te zien krijgen op Instagram. Bijvoorbeeld user-generated content, mooie afbeeldingen, et cetera. Moet je het wel nakomen. Dus moet je wel regelmatig ook afbeeldingen er tegenaan gooien. Maar begin dus echt bij Facebook. Dankjewel, Judith. Oké. Dan gaan we verder met de poll. Ik was heel even benieuwd naar de strategie. Of die er ook daadwerkelijk achter zit. Als het goed is, kunnen jullie nu de poll invullen. De meesten hebben hem inmiddels ingevuld. Wacht nog heel even op de laatste. En eigenlijk zie je over het algemeen wel binnenkomen van ik eigenlijk ook wel dacht dat dat zo zou zijn. Ik zal heel even de resultaten ook met jullie delen. De meesten geven eigenlijk ook aan hè, van ja, ik heb wel een strategie. Of in ieder geval, het is eigenlijk meer op gevoel. Dus ik ben er wel mee bezig met mijn social media. Maar er zit misschien niet helemaal een echte strategie achter. Een aantal geeft aan, ja, alles is uitgetekend. En een aantal geeft ook aan, nee. In principe is dit al een prima start, hè. Door in ieder geval gewoon bezig te zijn met social media. En vandaar ook te kijken wat het doet. Volgende hoofdstuk, logischerwijs, gaat juist ook meer over die strategie. Ja, zorg ervoor dat je die doelgroep ook echt daadwerkelijk verbonden houdt. In dit geval door daar in ieder geval een strategie aan vast te zetten. Nou, we hebben een aantal hands-on tips voor. En zometeen zal ik ook nog even een aantal voorbeelden geven. Is wat makkelijker. Kan je jezelf ook even spiegelen aan een aantal partijen die dat ook goed doen.
Nou, zorg er in ieder geval dat je een totale strategie hebt, maar pak ook even een strategie per kanaal. Dus heel duidelijk bepalen, waar zet ik mijn Instagram voor in, waar zet ik mijn Facebook voor in, maar ook eventueel je TikTok of misschien wel je Pinterest, afhankelijk van de kanalen waarin jij denkt dat het goed aansluit op jouw doelgroep. Nou, zorg ervoor dat je je pagina's in ieder geval ook heel goed inricht. Werk bijvoorbeeld ook met pinned posts en eventueel ook met pinned stories als je gebruik maakt van Instagram. Gewoon weg om iets vast te zetten wat voor jou belangrijk is. En nog belangrijker, wat voor de gebruiker belangrijk is. Als jij de doelgroep heel erg wilt voorzien van informatie over bijvoorbeeld de coronasituatie en het product of de dienst die jij aanbiedt, nou, zet dat vast in je Instagram, zodat dat in ieder geval altijd zichtbaar is. En eventueel kan je mensen er zelfs naartoe leiden. Nou, zorg ervoor dat je regelmatig post en krijg natuurlijk altijd de vraag ook terug, hoe vaak is dat dan? Nou, in ieder geval 3 keer per week per kanaal. Spiegel even aan jezelf of dat ook haalbaar is. Maar dat is wel het minimum wat wij in ieder geval adviseren. Nou, werk daarnaast altijd met een contentkalender. Eigenlijk weet je al op 1 januari wat je bij wijze van spreken in de zomer neer gaat zetten. Natuurlijk zijn er altijd een aantal zaken die ad hoc ertussen komen. Voor jullie beeld, wij werken bijvoorbeeld met een kalender met verjaardagen. En dan weten we eigenlijk, of met vakantieperiodes. En dan weten we dus eigenlijk ook al precies wat we rond het voorjaar willen gaan doen. En wat we in de zomer willen doen. Valentijn komt er bijvoorbeeld aan. Hartstikke goed om dat in ieder geval alvast in te plannen. En er zijn genoeg tools om ook de post al van tevoren in te plannen. Zodat je eigenlijk maar eens in de zoveel tijd je post hoeft te ontwikkelen. En dan wordt het automatisch je social media ingeschoten. Kom wel na wat je belooft. Leuk als je een strategie hebt en leuk als je heel veel mensen richting je social media toetrekt vanaf je website. Maar als jij uiteindelijk belooft om inspiratie te geven en je doet dat niet, wat heb je dan aan die volgende? Die ga je niet in de dreamfase houden, wat ik toen straks al zei. En daar heb je dus niet heel veel aan. Nou, een goede tip misschien om mee te nemen. Video werkt echt verreweg het best. Zowel op het gebied van engagement, als ook om resultaten als we kijken naar bijvoorbeeld zo'n page-like campagne. Dus ga daar zeker even mee testen. En promoot je berichten eens. Want nu heb je die doelgroep. Hè? Stel voor je hebt 10.000 likes op Facebook. Je zet er een berichtje in en iedereen krijgt hem 1 keer te zien. Als jij een bericht nou belangrijk vindt en je denkt, hey, ik vind het eigenlijk wel interessant dat die frequentie toeneemt, zet er dan eens een klein beetje geld tegenaan. €50, laat je het een week lopen. En dan zorg je ervoor dat je vaker voorkomt op de tijdlijn van de gebruiker. Nou, belangrijk, je plukt de vruchten hiervan vaak later. Je houdt ze in de dreamfase. En op het moment dat er keuzes gemaakt kunnen worden, richting bijvoorbeeld jouw vakantiebestemming of pretpark of wat dan ook, dan ben je veel meer top of mind dan de partijen die geen mensen aan zich verbonden hebben. Nou, hebben we het over de conversatie? Reageer dan altijd heel snel. En ook in de taal van de gebruiker. Dus als jij een Duitse website hebt, zorg er dan voor dat je ook in het Duits zo'n chat kan openen en ook in het Duits antwoordt. Het kan misschien wat moeilijker zijn, maar zo belangrijk. En doe dat on-site en on-Facebook. En daarvan pluk je de vruchten dus echt direct. Op het moment dat je dat niet doet en andere partijen doen dat wel heel goed, nou ja, tel uit je winst wat dat betreft. Kreeg tussendoor, zag ik zojuist ook nog even een vraag binnen. Van Janna. Janna geeft aan, heb je een tip voor de verhouding foto, video, links in posts op Facebook? Jazeker, daar is een tooltje voor. Ik zal eens kijken of ik die ook nog heel even met de mail die jullie straks ontvangen kan meesturen. Maar dan kan je eigenlijk precies in zien of die goedgekeurd wordt of niet. Ik kan me voorstellen dat je best ook wel wat tekst in je foto wil verwerken. Dat is prima. Houd het in eerste instantie echt op maximaal 15-20%. En als je het echt wil, dan kan je daar wel in doorgaan. Facebook vindt het zelf heel belangrijk om vooral beeld te laten spreken. Dus een grotere verhouding zou ik daar zeker niet in adviseren. Janne, je kan hem eventueel zelf ook opzoeken. Is de tekst overlay tool. En nou ja, gooi daar je afbeelding doorheen. En dan kan je van daaruit doorpakken. Ik kreeg nog een vraag van Fanny. Welke sociale kanalen zou je naast Facebook en Instagram aanraden voor een wintersportreisorganisatie? Goeie. Als we het hebben over wintersport, dan denk ik altijd al heel gauw aan video.
Dus mijn eerste aanrader daarin zou zeker zijn YouTube. Zowel eventueel voor advertising, bijvoorbeeld via remarketing. Als ook om een nieuwe doelgroep aan te kunnen spreken. Dus het eerste waar ik aan denk is YouTube. Karin vraagt ook, zou je een voorbeeld of template van contentkalender kunnen sturen in de mail? Ik ga vanuit de vragen die gesteld zijn een aantal dingen noteren. Je kan je trouwens eventueel ook nog aanmelden voor een van onze contentkalenders. Dan sturen we die gewoon op. En van daaruit kan je dus voor jezelf ook weer aan de slag gaan met een contentkalender voor jezelf. Voor jouw organisatie om op die manier in ieder geval je social media goed neer te kunnen zetten. Ik hoop dat dat antwoord geeft op jouw vraag, Karin. Cindy vraagt, hoe laat je als beginnend ondernemer in deze tijd het aantal volgers groeien? Kan je een voorbeeld geven? Ook een goede vraag. Als je inderdaad echt blijft bij Facebook en bij Instagram, dan zou je van daaruit echt moeten denken aan zo'n like-campagne. Vooral voor Facebook. En van daaruit Instagram er later bij betrekken. Dus begin bij je Facebook. Geef een goede reden. Stel voor jezelf heel duidelijk in kaart, wat is mijn doelgroep? En ga van daaruit werken. Momenteel merken we wel dat die kosten relatief laag zijn. Dan zit je toch echt wel op misschien 20 cent per like. Terwijl het normaal gesproken toch wel echt richting de 50 cent gaat. Dus ja, probeer het op die manier te doen. Werk met heel mooi beeldmateriaal. En wat ik al zei, kom na wat je belooft. Want anders heb je niks aan die likes. Het is geen numbers game. Je wil daar echt later de vruchten van plukken. Ik krijg nog wat andere vragen binnen. Ik pak er nu nog één en de rest pak ik dan bij de laatste vragenronde nog even mee. Sandrine vraagt, is Twitter nog een actief social media platform? In vergelijking met Instagram en Facebook bijvoorbeeld. We zijn een bedrijf met groepsaccommodaties, outdoor activiteiten en zalen. Het is voor jou heel belangrijk om voor jezelf na te gaan, waar zit mijn doelgroep? En als jouw doelgroep Twitter zit, dan ja, want het is nog steeds actief. Zien we natuurlijk ook de laatste tijd weer voorbij komen vanuit Amerika met onder andere Trump. Maar weet dus waar jouw doelgroep zit. En als jij denkt dat je van daaruit je doelgroep beter kan bereiken dan bijvoorbeeld via Facebook en Instagram, ja, doe dat dan. Het is alleen daar net ietsjes moeilijker om ook bijvoorbeeld aan je likes te gaan werken. Dat moet allemaal een beetje, off the road, zeg maar, met een omweg. Dus ik zou bijna zeggen, als je doelgroep ook echt op Facebook zit, begin gewoon daar. En gaan daarmee aan de slag. Maar als je doelgroep ook op Twitter zit, ja, vergeet het niet en stel dat op de juiste manier voor jezelf in, zodat je daar ook de vruchten kan gaan plukken. Nou, wat ik al zei, ik pak zometeen nog even wat extra vragen op. Ik ben wel heel blij dat er ook veel vragen gesteld worden, want dan kan ik daar hands-on mee aan de slag en hopelijk ze met wat goede tips jullie van goede informatie voorzien. Maar voordat we verder gaan met die vragen, wil ik je heel veel meenemen in partijen die het goed doen. En daar heb je juist misschien ook wel wat aan. Misschien dat er ook al een paar vragen getackled worden. Zie hier een voorbeeld van een grote partij. En schrik daar ook niet van, hè? Van ik ben geen grote partij, moet ik het dan ook wel op die manier doen? Nou, dat bepaal je helemaal zelf. Nou, dit is Corendon. Die spelen een beetje in op het vakantiegevoel. Van de tijd dat we wel met z'n allen aan het strand konden liggen. Het bedje met de handdoek konden gaan claimen. Zij doen het op een bol.com manier, zeg ik altijd maar, met een grapje. Kan wel werken. En van daaruit hou je in ieder geval je conversatie met je doelgroep. Hier een voorbeeld van een van onze klanten. Visit Amstelveen. En waar zij voor kozen, dat was in december, kozen ze voor een adventkalender. Iedere dag posten ze iets op Facebook en op Instagram. En daarmee zetten ze regelmatig ook een aantal ondernemers in het zonnetje, wat voor hun dan weer heel erg belangrijk was. En je ziet dat er toch best wel wat engagement bij kan kijken. Op Instagram was het trouwens nog hoger. Dus zo'n adventkalender in combinatie met Instagram Stories, dat is echt een tip voor de bestemming. Hier zien we ook een park. Dit is van Hellendoorn. Die proberen juist de conversatie en die binding een beetje te houden door een vraag te stellen. Weet je waar deze mooie grote olifant staat in het avonturenpark? Nou, daar vinden toch best wel wat likes en uiteindelijk ook reacties op plaats.
Tip van mij eigenlijk ook, die aansluit bij een van de vragen die gesteld werd. Klein stukje tekst misschien nog in de afbeelding, om mensen toch iets meer ook te laten zien van, hey, doe iets met deze post. En dan pluk je ook daar weer de vruchten van. Ja, nog een laatste voorbeeld, user-generated content. Oasisparks.west, die maken gebruik van video's waarin ze zelf getagd worden. Dus ze sporen hun gasten daar ook echt op aan. Nou, vervolgens reposten en vastpinnen op de stories. En van daaruit daarmee doorpakken. Kan ook heel goed werken. Naast de binding ook nog eens richting het vergaren van wat meer boekingen. Die dreamfase hebben we het nou al een aantal keer over gehad. En wat belangrijk is in deze periode, is dat de tijd tot boeken lager is dan ooit. Dus die dreamfase is belangrijker. Als er straks weer meer mogelijkheden komen, dan gaat iedereen heel snel die keuze maken. Stel voor dat we morgen op vakantie kunnen naar Italië. Dan heb je zomaar kans dat er vandaag nog, ineens na het nieuws, een aantal boekingen gaan plaatsvinden. Als je niet aanwezig was in die dreamfase, tot die tijd, dan ja, grijp je ernaast en dan wordt toch die partij die wel bezig is geweest met die doelgroep, ja, die wordt gekozen. Nou, zo geldt het een beetje voor vooral het vliegverkeer. Maar eenzelfde gedachte kan je ook echt aanhouden als je een bestemming bent, of een attractiepark of eventueel een vakantiepark. Dat was de kennissessie van vandaag. Misschien wel echt een hele hoop informatie. En hopelijk ook echt wel wat dingen waar jullie mee aan de slag kunnen gaan. Ik had de vragen even uitgesteld omdat ik door wilde pakken met de presentatie. Maar die ga ik er nu natuurlijk gewoon weer bij pakken. Als je zelf nog een aantal vragen hebt, gooi die er nu ook in. Dan gaan we die in ieder geval in de komende minuten nog behandelen. Zodat jullie van daaruit verder kunnen doorpakken. En zelf met jullie strategie aan de slag kunnen gaan. Nou, Lisette, ik hoop dat je er nog bent, want je stelde toen straks de vraag. Jouw vraag was, heb je tips voor post? Even kijken, voor post voor een doelgroep van 50-plussers op Facebook. We hebben het idee dat video bijvoorbeeld weinig wordt geopend. Nou, ik zou allereerst zeggen, zorg ervoor dat je eens met zo'n post aan de slag gaat. Zo'n videopost, en dat je bijvoorbeeld de week daarop op hetzelfde moment is eigenlijk eenzelfde soort post plaats, maar dan met een afbeelding. En ga dan eens kijken wat dat verschil is. Want voor nu is het nog een klein beetje een aanname, denk ik. Dat video misschien niet zo heel goed werkt. Maar het kan zomaar zijn dat het niet aan de video ligt, maar juist heel ergens anders aan. Dus door die twee componenten één op één met elkaar te vergelijken, kom je daarachter. Even los daarvan, de jongere doelgroep werkt over het algemeen wel beter als we denken aan video. En dan vooral richting de snelle shots. Al is het maar door het stories tijdperk. Dus ga eerst even na of je gevoel klopt en pak er daarnaast mee door. Karin die vraagt nog, wat is jouw tip voor een dashboard die je kunt gebruiken voor social media? Die ga ik even noteren. En dan ga ik dat ook nog even via de mail meesturen. Ik weet dat een aantal van mijn collega's daarmee werken. Onder andere ook met Hootsuite en met Kusto. Maar misschien zijn er nog wel meer, die zou ik dus even voor je op de mail zetten. Judith vraagt nog, is het aantal volgers van Facebook en Instagram ook van belang voor de Google-posities van zoekwoorden? Nee, niet direct. Dus dat is weer echt het CA of het SEO-gedeelte. Mocht je een bepaalde plugin hebben, dan weet ik dat er een heel klein beetje juice vanaf kan komen. Zodat je uiteindelijk daar ietsjes mee kan winnen. Maar nee, zorg er gewoon voor dat je het als twee losse dingen ziet. Facebook en Google willen wat dat betreft ook echt niet heel erg met elkaar samenwerken. Dus wil je op het gebied van posities groeien, ja, ga dan echt aan de slag met je SEO. Iwan stelde nog de vraag, hoe benader je een specifieke doelgroep, zoals de senioren 45+? Ja, echt door erop te targeten. Als je denkt aan remarketing, zou ik niet een onderscheid maken in de leeftijd van je doelgroep, mits die doelgroep dan ook niet heel groot is. Als jij superveel websitebezoekers hebt, dan kan je best een scheiding maken. Maar dat is dus puur door te targeten. Dus je target eigenlijk iedereen die 45+ is. En met eventueel of een remarketing doelgroep erachter, of een interesse doelgroep. En laat die de berichten zien die jij wil.
hoop dat dat antwoord is op jouw vraag, Iwan. Judith, nog een vraag. Zijn er betaalde advertenties mogelijk op Instagram om meer volgers te krijgen? Nou, hele goede vraag. Ik voelde die ook al een klein beetje aankomen. Het kan wel, maar het is niet direct een advertentievorm. Dus niet een followercampagne. Als je dat dus naast de like-campagne zet die Facebook aanbiedt. Het moet dus verkapt. Dus dat betekent dat je een reach-campagne gaat voeren. Waarbij je met heel mooi beeld aan de slag gaat. En van daaruit zegt, wil je nou meer beeld? Volg ons dan op Instagram. Nou, misschien wel een tipje zoals ik net ook aangaf bij de Instagram post van Hellendoorn. Is dat je dan bijvoorbeeld in zo'n afbeelding aangeeft, like of volg ons nu voor meer inspiratie. Dat kan werken. De kosten daarvan liggen vaak wel hoger, Judith, dan op Facebook. Sabrina stelt nog een vraag. Die vraagt, raad je ook aan om een Facebookgroep te gebruiken om het engagement te stimuleren en de mensen meer aan je merk te binden, aangezien weinig mensen van je volgers nog je organische posts zien? Even kijken, een Facebookgroep te gebruiken. Stimuleren de mensen meer aan je merk te binden. Ja, dat kan je zeker doen. Zolang jij maar nakomt wat je zegt, zou ik zeker zeggen van probeer zo'n Facebookgroep naar je toe te krijgen. Denk er gewoon puur aan, het is geen numbers game. Je wil dus echt een doelgroep waar je ook later de vruchten van kan gaan plukken. Als dat in dit geval ook echt zo is, ja, doe het dan. En als weinig van je volgers de organische post zien, ja, denk er dan ook eens aan om toch met een kleine promotie aan de slag te gaan. Okay. Karin vraagt, valt me op dat er nog veel gedacht wordt in de dreamfase, terwijl de reiswereld juist al bezig is met de verkoop over een half jaar. Wij zijn dus niet in de dreamfase, maar in de verkoop- en boekfase. Daarbij moet je ook veiligheid en vertrouwen uitbeelden. Heb je daar nog een tip voor? Ik sluit me enigszins bij je aan. Wij maken gebruik van dashboarding. Wat we daar zien is dat er best wel veel mensen aan het oriënteren zijn, maar dat het boeken toch nog wel een beetje uitblijft. En dat gaat echt nog wel komen. En dat bedoel ik eigenlijk met die dreamfase. Er wordt nog niet zo heel erg veel geboekt. Die cijfers zijn gewoonweg lager. Maar om dan toch die mensen verbonden te houden tot het moment van boeken, want ze zullen ongetwijfeld met meerdere partijen in aanraking zijn gekomen, dan moet je er wel voor zorgen dat je dus wel in die fase voor blijft komen. Nou, veiligheid en vertrouwen uitstralen. Ja, wat heel goed werkt richting conversie is toch hele soepele annuleringsvoorwaarden. Dus op het moment dat dat kan, en je kan dat ook aanbieden, ja, doe het. Dan kan je in ieder geval toch je cashflow weer iets naar voren brengen. En verder het veiligheid en vertrouwen. Ja, het is eigenlijk allemaal, als we het hebben over travel, heel erg corona gerelateerd. Dus probeer heel duidelijk uit te beelden hoe jij daarmee omgaat en welke voorwaarden jij hebt. Hopelijk is dat antwoord op jouw vraag, Rika. Maaike vraagt, hebben volgers op Facebook wel echt nut? Ik zie namelijk dat een organische post slechts aan 10% van de volgers wordt getoond. Ja, daar zie je het dus. Maar hoe groter jouw doelgroep is, ja, aan hoe meer mensen ook daadwerkelijk natuurlijk die post vertoond wordt, denk ook een keer aan die promotie. En verder, het kan zeker wel nut hebben. Maar denk dus inderdaad niet aan die numbers game. Ik zie nog drie vragen. Die ga ik nog even beantwoorden, want het loopt natuurlijk best wel een beetje uit. Fanny vraagt, hoe raad je aan om, wanneer je merkt dat je Facebookpagina stagneert in betrokkenheid, dat weer op te krikken? Zeker wanneer je het vermoeden hebt dat je met je standaardpost minder goed wordt getoond bij je volgers. Nou, pak nog heel even de tips ook erbij die ik toen straks aangaf. Werk bijvoorbeeld eens met video. Maar probeer ook eens te werken met bijvoorbeeld, misschien ook wel een leuke tip, een review van iemand die eerder bij jou geboekt heeft of die eerder bij jou geweest is of wat dan ook. Eigenlijk andere manieren van zo'n post insteken, dat kan nog wel eens werken. Iwan vraagt, wat zijn de tarieven voor het inrichten van de social media voor een kleine reisorganisatie? Iwan, mocht je daar interesse bij hebben of hulp bij nodig hebben, laat het zeker weten. Stuur ons dan even een mailtje, dan kunnen wij van daaruit wellicht een voorstel doen als je wil dat wij je daarbij helpen. Cindy, hoe laat je als beginnend ondernemer in deze tijd het aantal volgers groeien? Kan je een voorbeeld geven? Ik had net eigenlijk al wel eenzelfde soort vraag. Begin echt met Facebook.
haal de websitebezoeker naar je social media toe en via je e-mail ook naar je social media toe. Als je merkt dat je bestaande doelgroep daarin een beetje stagneert, ga dan denken aan nieuwe doelgroepen. De allerlaatste vraag die ik ga beantwoorden is van Lisa. Mag je zomaar iedere YouTube-video die je mooi vindt delen op Facebook als je diverse bestemmingen hebt? Hele goede vraag. Ik zou er in ieder geval mee uitkijken. Als die video niet in jouw bezit is, ja, contacteer dan gewoon even de partij. En mogelijk heb je gewoon een samenwerking te pakken. Hè? Als het om een bestemming gaat, ja, die vinden het natuurlijk hartstikke fijn dat die bestemming nog eens naar voren komt. En jij kan het weer gebruiken om wellicht je aanbod, ik weet niet in welke branche zit, om je aanbod van daaruit ook te laten zien. Ik zou adviseren om wel even contact op te nemen en van daaruit verder te werken. Nou, best wel wat vragen, bijna een record denk ik. Mocht je nou zelf hulp nodig hebben, zoals Ivan ook al even aangaf, laat het gerust weten. Ook als je wil weten of er kansen liggen voor jou met online marketing. Hierbij ook de ondernemer van Red, dat is Roy. Vraag gerust een adviesgesprek aan. Of stuur ons even een mailtje over de e-mail heen die we jullie straks gaan sturen. Waarin ik ook nog even antwoord ga geven op de vragen die gesteld zijn. En van daaruit wens ik jullie allemaal heel veel succes. En dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Hopelijk hebben jullie dat dan. Een fijne dag nog.